vandaag zaterdag en vandaag gaan Maarten en ik samen met iedereen gaan we naar het pannenkoekenhuis. Hans en Grietje volgens mij in Zeewolde. Daar zit hij. En dat is voor ons de eerste keer dat we trouwens daar naartoe gaan. Maar we gingen even opzoeken wat er een beetje in de buurt zat van Lelystad. En dat is dus die of eentje in Almere. Maar die vond ik er niet zo leuk uitzien. Dus we gaan lekker die kant op. En volgens mij heeft iedereen er ook wel zin in. Moet er niet zo in. Nee. Ga je dat voor papa doen? Ja. Zo. Mhm. Hier. Maarten, heeft hij het jou wel eens zien doen of zo? Wat dan? Die vuilniszak. Ja. Kijk. Dat wil je zo altijd helpen. Kijk. Dus, oh, is dat er nog één aan? Ja, nee, hij moet rechtop. Kijk dan. Kijk. Zo, en dan mag je ook om de randjes kijk, doen. Hier is het. Hier. Kijk dan. Hier. Zo. Nee, kijk. Ja. Goed zo. Ja. Ja. Mag je weer erin doen? Ja, nee. Kom maar, man. Omdraaien. Ja, natuurlijk. Andersom, andersom. Ja. Zo. Ja. Ja. Ga je voet maar eraan. Ik laat nog even zien wat ik aan heb. Ik heb wat items binnengekregen van Straatstijl. En één daarvan is deze met slee erop. Het is een hele leuke kaki sweater. Dus ik ben wel echt heel blij met deze. Ik zal straks ook even de rest laten zien. Broek is van River Island. En deze schoenen zijn van Zinks. Die vind ik ook wel heel leuk. Ze waren maar €44,95. Dus ik weet niet of ze nog te koop zijn. Maar aanrader als je nog witte sneakers zoekt. Ik heb trouwens een super lekker luchtje op van Roberto Cavalli. En deze heet Paradiso Assoluto of zoiets. En dit is een eau de parfum. Dus hij is wel heel lekker. Ik had trouwens twee van die, dit noemen ze van die enkelgewichten, zeg maar. Dus voor als je thuis wilt trainen, is wel heel handig. En deze zijn 2 kilo, die heb ik gewoon op bol.com besteld. En ik zal nog even de items van Straatstijl laten zien. Ik had zo'n choker, deze, die heeft hier zo'n zilveren dingetje nog, zeg maar, in het midden. Deze trui, die vond ik wel heel stoer. Je zou eigenlijk even van alle items moeten kijken hoe ze op de site eruit zien als iemand ze aan heeft. Want dat vind ik wel heel stoer. Deze van die gaten, zeg maar. Is echt zo'n witte sweater. Deze choker, die is een beetje dat suède-achtige stofje. Of hoe noem je dat? Fluweel, volgens mij. En die is wel heel stoer. En deze vond ik ook heel gaaf. Beetje van het gaasachtige idee. Dus die heb ik erbij. En deze vond ik heel apart. Dit is zo'n jack. En die kan je hieronder kan je hem strakker maken. Die ziet er zo uit. En op de website zag die er heel gaaf uit. Zeg maar gewoon stoer als tussenjasje. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe deze staat. En tot slot deze sweater. En die vond ik ook heel gaaf met die verfspetters erop. Die is gewoon grijs. En ze hebben allemaal echt zo'n zacht stofje aan de binnenkant. Ja, behalve deze. Deze is wat meer katoen. Maar deze, die heeft echt zo'n zachte stof. En die ik nu dus aan heb, die heeft dat ook. Dat is echt heel lekker. Dus ik ben echt heel blij met deze items. En ik heb eigenlijk alles wel in maat M, zoals gewoonlijk. Ja. Dus, ja, Ilai. Nee, we gaan de koffers naar beneden brengen. Gaan de koffers naar beneden brengen. Die moeten weer in de berging. Doe je ook mee? Ja. Ben je klaar? Ja, deze moet ik. Ik ga deze mee. Oké, mag jij die koffer meenemen? Zee. Mama. Ja? Heb je ook niet sleutel? Heb je sleutel? Ja, maar niet sleutel. Nee, papa heeft de sleutel. Mama niet. Nee, mama niet. Je moet wel thuisgeven. We zijn er. Het is echt bijna om de hoek gewoon. We waren er vet snel. En daar heb je echt zo'n schattig Hans en Grietje huis. En daar is het. En een heel speelgedeelte buiten. Kijk naar. Ja. Zo leuk. Ah! Oh my god. Ik weet niet. Er komt lucht vandaan.
Ja, ik weet het niet. Zo cute dit. Deze niet. Nee. Kijk hoe schattig dit eruit ziet. Echt zo leuk. We gaan straks die kant op, hè? En we hebben deze hele tafel voor onszelf. En hier kun je naar buiten kijken. Wat zeg je? Wil je ook daar? Ja, we gaan zo, ja? Ja. Eerst pannenkoekje eten. Oh god, die tafels hier bewegen. Deze schoof net omhoog en die tafel ging net draaien. Kijk, Ile die heeft een kinderpannenkoek, maar die heeft een dikke heks met van alles en nog wat erop. En ik heb een spek met kaas pannenkoek. Nee, je moet eerst een pannenkoek eten. Eerst een pannenkoek eten. Hij gaat niet snel opeten. Kijk die tafel. We weten weer. Kijk nu, schattig. Een heel speelhokje hier. Daar is echt een mega trampoline. Het loopt hier helemaal door nog. In de zomer is het hier denk ik ook wel heel lekker. Ja. Lekker hoor. Hoger, hoger. Heel hoog. Goed zo. Schoenen helemaal vies. Klinkt heel hoog. Doe je handjes maar in de lucht. Wat eten gelopen hier. Gaat het lekker? Ja. Hoe gaat het? Oh, goed. Yay. Handjes in de lucht. Handjes in de lucht. Twee. Oh, jeetje. Hij zit helemaal onder. Goed. Nou, daar waren we niet op voorbereid, hè? Mama? Ja? Gaat die lui weer nog een keer eraf? In deze huis. We hebben ook echt alle drie witte schoenen aan. Ila ook. Lekker hoor. Waar is de heks? Zo schattig al die kleine raampjes. We zitten inmiddels weer in de auto. Ila die vond het helemaal leuk, alleen die kreeg zand in zijn ogen omdat hij ermee ging gooien. Dat is niet zo slim, hè? Zwijgerecht. Zwijgerecht. Nee, maar het is wel echt een leuke plek. Maar de volgende keer dan nemen we gewoon... tenminste, we trekken voor Ila andere soort kleren aan. En voor onszelf waarschijnlijk ook. Want je loopt daar echt wel door de... Nou, niet echt modder, maar je schoenen blijven niet schoon, laat ik het zo zeggen. Nee, kleren denk ik ook niet. Vooral voor die kinderen. Dus de volgende keer doen we gewoon lekker een trainingspakje of zo voor hem aan. Dan mag die lekker vies worden. Maar het was wel echt heel leuk. Wij zijn nu nog even thuis. We gaan straks naar mijn schoonmoeder. Of tenminste, Maarten die gaat naar Amsterdam. En Ila en ik die gaan dus naar mijn schoonmoeder. Want ze appte al in de groepschat dat ze kousenband met garnalen had gemaakt. Amsoi met kipfilet. Had ze erbij gezet, Mama's Kitchen Today. Dus dat was een stille hint van komen jullie gezellig langs. Dus dan ga ik met Ida even die kant op. Dan hoef ik ook niet te koken vanavond. En dan gaan we daar denk ik gewoon lekker hangen. Boeren. Ben je aan het koken met oma? Ja, boeren maar. Wat gaan jullie maken? Kwarktaart of niet? Ja. 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 Goed roeren. Goed zo. Ga met deze doen. Nee, niet eruit. Blijf roeren. Roeren. Heel goed roeren, Ida. Sterk. Heel sterk. Ja, sterk. Goed zo. Ja. Ja. Zo, ik heb hier kip met amsoi en kousenband en garnaaltjes en rijst. Lekker. Weer lekker aan het spelen. Kan je zo timmeren. Waar is de hamer? Waar heb je die gelaten? Die had je net nog. Waar? Klaar? Ging je mama de tas opdoen? Wij zijn weer thuis. Maarten die gaat nu even Ila omkleden om naar bed te gaan. Tenminste, dat is de bedoeling. En verder ga ik straks nog even mijn serie kijken, The 100. Dat is, even kijken, tenminste ik ben nu in seizoen 4, het laatste seizoen die er tot nu toe is. En daarna moet ik eigenlijk weer een nieuwe serie gaan zoeken. Want ik weet nog echt niet welke ik hierna ga kijken. Dus als jullie nog tips hebben, let me know. Kom. Nee, zo meteen. Nee, niks zo meteen. Zo meteen.
Nee. Dat is zo meteen. Kijk boos. Ga boos kijken. Zo. Zet je boze look. Ga boos kijken dan. Nog een keer. Kijk boos zo. Het is inmiddels wat later. Maarten en ik die gaan nu lekker slapen. Dus ja, tot de volgende video weer. Doei doei.